independent of last week, 15 September 2006. The Arctic sea ice, the Arctic meltdown is speeding up, and that's exactly what I'm afraid for. When sea level would rise 1 or 2 meters in the next few centuries, it's a really an existential problem for us. We can already see climate change having effects on ecosystems and on economies. We will see climate change comes with surprises. We also now see that these changes are happening more rapidly. Even the American top climate scientist warns we only have a decade to save the planet. Zodra ze de woning hebben geaccepteerd, dan komen we nog een keer bij ze langs en dan kom ik samen met de wijkmeester voor een kennismakingsbezoekje bij de buren. En wat ook heel aardig is aan dit project, omdat wij als doelstelling in ieder geval hebben het kennismaken met kandidaat-huurder, maar ook dat die kandidaat-huurder kennis maakt met nieuwe buren. Dus zij komen ook achter de voordeur, ook bij de huurders die er al wonen. Hey Edgar, met Femi. Het gaat toch niet goed met mijn knie. Ik ga maar naar huis. Oh, jeetje, vervelend. Nou ja, hey, hou je hem op de hoogte? Ja, ik ben het portierswerk zat. Kunnen jullie me niet ergens nuttigs gebruiken? Ik ben blij dat je dat aangeeft, Femi. Laten we samen eens kijken wat het is wat je niet bevalt. En misschien zie je zelf ook nog andere mogelijkheden. In het begin heb ik 2-3 weken lang heb ik bij de portier gestaan. In het begin was het leuk, kom je bepaalde nieuwe gezichten tegen. En na een tijdje ben ik erachter gekomen dat het constant eigenlijk hetzelfde is, dagelijks mensen naar binnen halen. The negotiations have stopped. Players have left the table and they are in small clusters talking about how to take things forward. The US is very committed to relieving the economic isolation of the Turkish Cypriot community. The Turks may be willing to do some sort of exchange deal for NATO-EU forces. There's just no need for the troops anymore. They're not securing anyone's safety. You know, if anything, they're fueling the conflict. Excellencies, ladies and gentlemen, could we call the delegations to the table, please? Welcome to the continuing round of talks aimed towards the continued search for a solution of the long-running dispute between the two communities on the island of Cyprus. Zo, deze plek ken ik. Dit is de VU Media Experience. Computers en draadloos internet met aansluitpunten voor je laptop. Werkruimtes en mooie vergaderruimtes voor je projectteam. Videomontagecabines en prachtige banken en stoelen. En nu ga ik heerlijk blokken voor mijn tent aan.